dieren, dit van die grote horens. En daar een slang en een leeuw, is toch ook wel een beetje een monster ook, hè? Zijn er nog meer monsters hier? Nee? Nou, dan ga ik dit verhaaltje eens voorlezen voor jullie. Dan doe ik het grote boek eventjes open. En waarom is het kort? Omdat het bedtijd is. Het verhaal gaat over jou. En over jou. En over jou. Eigenlijk over jullie allemaal. En toen was het verhaaltje uit. En we gaan naar bed. Zo, daar kom ik makkelijk vanaf. Nee. Want eerst ving ik een monster. Een monster? Ja. Kijk maar. Mama, moet je weg? Maar voor ik dit plaatje weg doe, wil ik wel eventjes weten, hebben jullie ook ooit een monster gezien? Thuis? Ja? De soldaat die nam het monster mee, want het was al laat geworden. Dus jij kroop gauw je bed in. En toen was het verhaal echt helemaal uit en ik kon je naar bed. Ja, maar eerst ving ik nog meer monsters. Hé, jawel, kijk maar. Zien jullie dat? Dat zijn allemaal monsters, hè? Hier heb je een heel groot oog. Geloof een jonge man. Jij gaat geen monsters meer vangen, want dat doen de soldaten, hè? Als jij nog één keer een monster vangt, dan ga je in de gevangenis. En nou, naar bed. En toen was het verhaal helemaal uit. Klaar. Af. Een echte dino? Ik dacht dat die al lang allemaal dood waren, maar dat is dus niet. Mama, ze zijn allemaal dood uitgestorven door een meteoriet in de aarde gereden. Nou, daar moet je dan toch eens meer over vertellen. Heel cool dat ze in de ruimte staan. En dan gaat de meteoriet dino's uitgestorven. Ja. En dan zijn de dino's leven niet meer. En dan zijn de dino's botten. Ja. Een applausje voor jou. Oh,